Dit is Ruben Kwakman. Op zijn 18e begonnen als gast hier op Texel. En 10 jaar later bekroond tot de beste sommelier van Nederland. Zijn ondernemerslessen? Zorg dat je de basis op orde hebt, maak veel vlieguren en heb plezier in je vak. Want alleen dan heb je de potentie om de beste te worden. Met Horeca School by Young Talent kun je leren van Ruben. In deze aflevering het openen van de wijnfles. Ik ga jullie laten zien hoe je een fles wijn opent aan tafel. Waar gasten bij zijn wellicht. Op de officiële manier dat het er netjes en professioneel uitziet. Er zijn verschillende manieren om wijn te openen. Verschillende keldersmessen, openers. Dit is mijn persoonlijke favoriet. Met een heel lang en scherp mes. Hefboom, een enkele. Deze gebruiken ook veel mensen met een dubbele hefboom. Dan kan je de kurk er 2 keer uithalen. Pak dus deze. Belangrijk ook dat wanneer je de wijn opent, dat je de fles niet draait. Dan gaan we de capsule eraf halen. Je hebt 2 randjes eigenlijk waar het kan. Doe het altijd op het onderste randje. Begin met het mes aan de achterzijde voor waar jij staat. Zet hem erop en maak meteen een snee. Draai je mes om vervolgens. Doe het aan de achterzijde. Het laatste stukje sla je nog over. Dat is hier. Eerst de onderkant helemaal los. Achter waar je staat maak je nog 1 inkepping naar boven. En dan eigenlijk kan je de hele bovenkant van de capsule eraf halen. Doe die meteen weg. Je hebt hem niet nodig. Gast hoeft niet te zien. Ik doe hem meteen in mijn zak. Ik heb altijd een doek bij me. Meteen even het doekje erlangs. Vervolgens draai de spiraal in de kurk. Altijd belangrijk dat je spiraal recht de kurk ingaat. Dus begin in het midden. En draai er heel rustig in. Je kan dit in principe maar 1 keer doen, dus neem je tijd. Vervolgens zet je keldersmes zo op de fles, zodat je de kurk er in een vloeiende beweging uit kan halen. Met een dubbeltraps gaat het in 2 keer. Ik heb dus een enkel traps. Haal het voorzichtig naar boven. Zorg dat je niet plopt. Dat is niet professioneel. Het kan wel gezellig zijn, maar dat is niet de bedoeling. Het einde kan je hem er rustig met je hand uit halen, dat hij een klein sissend geluid maakt. Kurk meteen weg, is ook niet nodig. Er kunnen resten van wat wijn zitten, er kunnen een klein restje kurk zitten. Dat wil je niet in het glas. Dus nog een laatste keer, doe het er overheen en dan kan je door. Zen prikkelt voor professionals.